Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 28 april 2016. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag vanwege nogal een druk programma kuuralmatig en allerlei dierenartsbezoek, etc. en iets kortere uitzending. We hebben Morse en Slowscan TV in PD50. Het zal bekend zijn, maar met bijvoorbeeld de app Robot 36 voor Android kun je de afbeeldingen met de telefoon voor de luidspreker van je ontvanger zichtbaar maken. Het eerste nieuwsbericht is gelijk een grote. Vanaf 11 mei wordt in Nederland de middengolf vrijgegeven voor kleine gebruikers met een speciale omroepvergunning. Het gaat om zenders van bijvoorbeeld 100 watt zendvermogen. Mogelijke aanvragers zijn particulieren en lokale organisaties, zoals bijvoorbeeld een kerkgenootschap of een voetbalvereniging. Het gaat om zenders met overdag een bereik van maximaal ongeveer 30 kilometer. De wijziging van het Nationaal Frequentieplan die nodig is voor het ingaan van het nieuwe laagvermogen middengolfbeleid in Nederland wordt op 3 mei in de Staatscourant en op de site van Agentschap Telecom gepubliceerd. De inwerkingtreding is dus op 11 mei. Vanaf die datum is het mogelijk om een zendvergunning met een laagvermogen voor de middengolf aan te vragen. Naast een zendvergunning bij AT moet ook bij het Commissariaat voor de Media een zendtijdtoewijzing worden aangevraagd voor het uitzenden van een programma. De tarieven voor de vergunningen zijn nog niet bekendgemaakt. Dat gebeurt op de eerste dag dat de vergunningen kunnen worden aangevraagd. Op 11 mei aanstaande dus. Was het al bekend dat de zendhobby in de VS booming is? 10-15% amateurkost per jaar erbij en dat al meer dan 15 jaar achter elkaar. Televisieseries voor het grote publiek die zendamateurs in de hoofdrol hebben, etc. Heel voorzichtig aan zie je ook artikelen in de VS in de pers verschijnen dat de Citizens Band Radio, 27MC dus, ook aan een groei begonnen is. Die ontwikkeling is al zo concreet dat fabrikanten met apparatuur inspringen op een nieuwe, veel jongere generatie aan CB'ers. Apparaten met allerlei functionaliteiten die je ook in mobiele telefoons aantreft. De apparaten zijn bijvoorbeeld populair bij 16-jarigen die daar al mogen rijden en die liever een ruige off-the-road wagen willen dan een brave, gewone auto. Ja, en wat past daar beter in zo'n off-the-road wagen dan een 27MC-bakje? Hier in Nederland zie je er nog niet veel van, maar er wordt wel geroepen dat de ontwikkelingen hier zo'n 2 jaar volgen op die in de VS. R-Finder is een repeateroverzicht op internet en via smartphone-apps waar Daily Minutes al eens eerder over gepubliceerd heeft. Recent heeft R-Finder de mogelijkheid geopend om rapporten van storingen op repeaters in te dienen. De mogelijkheid is wereldwijd en bestaat nu al voor de Android-app. Voor eind mei, als de Datenhamvention wordt gehouden, zal ook de iOS-app van deze mogelijkheid voorzien zijn. Behalve op een smartphone zijn de rapporten ook beschikbaar in een browser via jamming.rfinder.net. Degenen die de acties tegen mensen die op repeaters storen coördineren, kunnen bij R-Finder een verzoek indienen om toegang te krijgen tot de logs met dit soort rapporten. Storingen op repeaters zijn een wereldwijd probleem, zo stelt Bob Greenberg, W2CRK, de bedenker en maker van R-Finder. We zijn ook bezig met het evalueren van geautomatiseerde monitoringtechnologie om in de toekomst in R-Finder te integreren. R-Finder is overigens alleen toegankelijk via een lidmaatschap voor een geldbedrag. Weliswaar geen hoog geldbedrag, maar het schuurt bij sommige mensen toch enigszins dat er voor de gegevens van repeaters moet worden betaald. Je zou kunnen stellen dat de repeater-eigenaren ook de copyrighthouders zijn van die gegevens, maar de gegevens van repeaters worden ongevraagd in de directory opgenomen. Recent hebben de ERRL in de VS en de RSGB in Engeland overeenkomsten gesloten met R-Finder, waarbij R-Finder deze beide organisaties betaalt voor het gebruik van de repeatergegevens. R-Finder bevat informatie over meer dan 60.000 repeaters in meer dan 170 landen. De werking van R-Finder kan op smartphones worden geïntegreerd met Echolink, APRS en diverse sociale media. Ook is er integratie met de bekende apparatuurprogrammeersoftware Chirp. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-xdv.me. Weet jij dat nog? Was ome Jan niet ook een eterpiraat? Ja, oom Jan uit Drenthe, jazeker, die draaide altijd oompie koerier, in een poep en een zucht. Weet jij wat er met zijn oude zendinstallatie gebeurd is? De laatste bedoel ik, want de rest zal wel in beslag genomen zijn. Nee, die heeft tante Sjaan in het reservoir bewaard, als herinnering. Ik denk dat die oude zender daar nog steeds in zit. Moeten we binnenkort niet eens een keer weer bij tante Sjaan op bezoek? Ja, dat is gezellig. Nee, ik bedoel niet omdat het gezellig is, maar over 4 maanden is het weer contest en ik kan de trafo van de eindtrap goed gebruiken. Jij harteloze kwal. Mocht je trouwens de Koningsronde nog een keer willen beluisteren of een gedeelte daarvan, die is te vinden op www.pa0ete.nl. Net als dat fameuze fragment van PD7JT in de achtbaan.